Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve weegschaal voor de maand juni 2023. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga deze maand een klein beetje anders doen. Op YouTube verandert er in principe niet veel, maar ik merk dat ik gewoon wat nieuwsgieriger ben dan hetgene wat ik hier doe. Dus ik heb besloten om een uitbreiding te maken hierop. Ik ga op Vimeo, op een ander platform. En dat kost dan een paar euro. Maar dan heb je 30 minuten meer informatie, 30 minuten langer, zal ik hier verder op ingaan. Dus als deze reading voor jou resoneert en je bent ook nieuwsgierig, dan mag je me die kant op volgen. Ik zal op alles wat professioneel, financieel en de liefde, zal ik nog verder uitgebreider nog meer kaarten opleggen. En in de liefde ga ik een splitsing maken tussen de singles, de relaties en de mensen die in een gecompliceerde situatie zitten op relatieniveau. In de hoop dat we dan wat meer informatie hebben. Dus ik ben benieuwd, het is een test, dus laat me weten wat je hiervan vindt. Ik heb, young energy. Vurig, gepassioneerd, hier komt vuur van je handen vandaan. Dus dit kan in de liefde zijn een gepassioneerd nieuw begin. Dit kan een nieuw project zijn, professioneel of creatief, ondernemend iets. Maar hier heb ik in ieder geval een creërende energie, mannelijke energie, vurig en een nieuw begin. Want dat is kaartje nummer 1. Ik heb nummertje 11, volgens het boekje. Hier doen we de dingen zoals het hoort. We volgen de regeltjes. We doen de dingen zoals ze horen. Planmatig, langzaam maar zeker. We volgen een bepaalde structuur om een bepaalde stabiliteit te creëren. Volgens het boekje. Oké, en tik-tak. Goddelijke timing is aan het werk. Het tij gaat keren. De tijd is aan het tikken. Het tij gaat keren. Niet wanneer jij dat wilt, maar wanneer het universum vindt dat jij daar klaar voor bent. Maar er is hier wel een shift. Op goddelijke timing. We gaan het zien. Professioneel, dat mag ik weten. Voor mijn lieve weegschaal voor de maand juni 2023. De aas van kelken en de hoogpriesteres 1 en 2. Ja, als dit professioneel dit nieuw begin is, dan heb je hier je zielsmissie gezien. Je volgt je hart en luistert naar je intuïtie. Creëert hier iets nieuws. Ik heb een nieuw begin. Vanuit je gevoel, vanuit je hart. Wat ik zeg, je vloeien de emoties. En de hoogpriesteres, je luistert naar je intuïtie. Kan zijn dat je iets spiritueels wilt neerzetten in de wereld. We zullen het zien. Financieel, wat mag ik weten? Financieel. Dat is de belangrijkste boodschap. Financieel hebben we een kleine uitdaging. Nou had ik al voor jullie voor de maand mei financiële verlies. Hier heb ik een strijd. Of tenminste, concurrentie, uitdagende tijden. De vijf van staven. Dus uitdagende tijden waar we voor moeten strijden, vechten, we zullen zien. In de liefde heb ik de hoogpriester en de aas van staaf. Oké, hier heb ik dat vuur en de mannelijke energie. Met de hoogpriester, dat kan een huwelijk zijn. Dat waar nieuw leven in geblazen wordt. Een huwelijk, een langere termijn connectie. We doen de dingen volgens het boekje. Officialisering van het een of het ander. Waardoor er nieuwe passie is. Een nieuw project waar we heel enthousiast van worden hier. Dus als dit een gepassioneerd, vurig begin is geweest, wat een soort van wat onder druk is komen te staan, wat een moeilijke start heeft gekend, we pakken het hier op een andere manier aan en dat is dan wel volgens het boek. Dit is weer wat ik zeg, dit kan een huwelijksaanzoek zijn, dit kan in ieder geval stabiel. We gaan het zien. Onderop, dat had ik voor Waterman volgens mij ook. De acht van pentakels. Hier hebben we hard gewerkt, heel veel tijd en energie in iets gestoken. Maar we zijn een beetje ongeduldig in, maar wanneer pluk ik nu de vruchten van al dat werk, van al die energie, van al die investeringen? Een beetje ongeduld naar het resultaat. Wanneer heb ik nou die onafhankelijkheid en de financiële stabiliteit waar ik zo hard voor werk? We gaan het zien. Professioneel verklaar deze aas van kelken. En de hoogpriesteres, het kan zijn dat er ook liefde binnen het werk komt. Ik heb dat vaak gezegd deze maand. Voor deze maand. Dus dat kan. Ja, oké. Ze hebben zich bedacht. Het is dit.
Oké. Heel veel kelken. Ik heb hier een energie van verveling. Is dit het nu? Is dit mijn carrière? Is dit mijn situatie? Is dit alles? En op het moment dat je het niet verwacht, krijg je hier een aanbieding, een partnerschap, een idee, waardoor je het heel helder hebt wat je wilt. Dit kan een partnerschap zijn. Dit kan liefde zijn dat binnenkomt stormen. Ik heb geluk na moeilijke tijden samen. Je charismatisch en ondernemend. Ik heb hier iets dat ervoor zorgt dat je het licht gaat zien. Dus als je zit in een beetje verveling. Iets dat uitzichtloos is. Iets wat niet meer in de sterren geschreven staat hier. Teleurstellend is. Het kan zelfs over depressie spreken. En verwarring van, wat wil ik nu eigenlijk nog? Heb ik hier een download van het universum, waardoor je ineens weet wat je wel wilt? Dit ziet er eerlijk gezegd meer uit als iets dat jou aangeboden wordt, waar je hart sneller van gaat kloppen. En waar je in ieder geval heel helder hebt van, dit is hetgene wat ik wil. Hier word ik nou blij en gelukkig van. Met de hoogpriesteres, luister naar je intuïtie, luister naar je dromen. Misschien komt het idee vandaar. Dit is iets wat je eigenlijk innerlijk altijd al wist. Wat wil ik daar nog op zeggen? Het kan zijn dat je het nog wel even voor jezelf houdt hier. Want de hoogpriesteres heeft veel innerlijk weten. En hier heb ik die helderheid en de wetenschap van, dit is het. Maar die zwijgt een beetje in alle talen. Ja, je hebt hier echt wel het licht gezien na een tijdje van in limbo hangende. Het even niet zien. We maken plannen naar de toekomst op goddelijke timing. Er is wel een klein beetje een uitstel hier. Het is een nieuw begin, een nieuw avontuur te aangaan. Oké. Verklaar de uitdagende tijden in het financiële aspect voor mijn lieve weegschaal. De dood, de goddelijke timing. Drie grote arcanes. Ja, dit zijn uitdagende tijden. Niet zozeer, ik zie hier niks vervelends als wel. Er kan gewoon een innerlijke strijd zijn die geleverd wordt. Ik heb hier iets dat afgerond is. Je bent hier uitgeleerd, uitgegroeid. Het is een karmische einde. Verandering brengt stress met zich mee, dus dat kan gewoon dat zijn. Ik heb hier een afronding. En met de dood iets dat stilstaat. Vond niet. We zijn een beetje bang voor de verandering. Dat kan. Maar je bent, ja. Ik zou willen zeggen, je bent geslaagd. Waardoor het tij gaat keren. Je hebt hier een les geleerd, waardoor je naar de volgende les en de volgende fase en het volgende hoofdstuk gaat. En dat heeft blijkbaar gevolgen financieel. Want we moeten daar iets voor loslaten, of we zijn een beetje bang voor de verandering. Verklaar de dood. Verklaar de dood. Schorpioen energie. De magier. Ondersteboven. Let op. Jij hebt hier alles in eigen hand om je eigen realiteit te creëren. Je hebt zelfs magische krachten. Maar let op dat je die niet... Niet negatief gebruikt of negatief... manifesteert vanuit angst. Ik heb hier niet zozeer het idee. Nee, voilà. Dus, ik heb hier een soulmate connectie die jou hier iets aanbiedt. Dit kan een verzoening zijn in de liefde. Dit kan een partnerschap aangaan professioneel. Het kan gelinkt zijn met elkaar. Ik heb een nieuw inkomstenbronnen. Nieuwe zakenrelaties. Hoop naar de toekomst. Hoop ik heb een hereniging. Met iemand die je kent op de een of andere manier. Maar er is hier iets nog niet. Het is gewoon nog niet afgerond. Met de magier heb ik wel een beetje een manipulerende energie. Ik heb hier iemand die heel veel liefde draagt. Heel liefdevol is. Waar jij veel liefde voor draagt, wellicht. En hier heb ik de ridder van staren. Dus ik heb hier inderdaad absoluut iemand die op je pad komt. Die jou de helderheid geeft van dit is wat je wilt. Dus of professioneel komt de liefde binnengestormd. Of dit is een partnerschap.
Maar het is een hele sterke connectie. Dan veranderen daardoor dingen financieel. Maar ik heb eigenlijk heel veel positieve veranderingen hier. Met drie vijven, ik heb wel wat verandering. De vijf van zwaarden en de magier. Het kan zijn dat er onderliggend een manipulerend of wraakzuchtig persoon is. Ik ben benieuwd als ik dit verder verklaar. Iemand die het je precies niet helemaal gunt, deze verandering. Ik ben benieuwd als ik dit verder verklaar. Verklaar de liefde. Dus volgens mij gaan we hier naar de volgende fase. Officialisering. Contractuele. Wat nieuw leven inblaast. Of dan wel. Ja, dezelfde kaarten. Of dan wel heb ik een nieuw begin vol bezinning en passie, maar ik heb een huwelijk ertussenin. Er is eerst een breuk dat nog plaatsvindt of verdriet over een scheiding, maar ik heb hier samen zijn. De volgende fase binnen een relatie, we werken keihard aan een nieuwe stabiliteit. Ik heb hier alle kaarten van eventueel buiten de ridder van Kelken. Hebben we nog? Goh. Van huwelijk of officialisering van een connectie. Dit wordt op zijn minst op Facebook gezet als we zijn in relatie. Maar dit ziet er maar uit als meer dan dat. Ik heb hier inderdaad... Voor sommigen kan die manipulerende energie zijn over de kinderen. Ik heb hier iemand uit het verleden dat terugkomt. Dat kan een beetje een manipulerende of een narcistische persoon zijn. In ieder geval iemand die moeilijk vindt om de controle los te laten. En met de zes van pentakels heb ik hier wel een mooie balans tussen wat je geeft en wat je ontvangt. Krijg je hetgene waar je recht op hebt? Dit is... Maar dit kan effectief ook wel spreken over iemand die zijn energie verdeelt. Tussen twee mensen. Verklaar de magier. De vier van zwaarden. Het is iemand die inderdaad na een tijdje van geen communicatie, rust terugtrekken, coasting, ineens terug contact opneemt hier. De koning van pentakels, iemand die heel veel bezig is met zijn financiële situatie, stabiliteit en status en macht. De ridder van pentakels, amai. Die heeft er een halve eeuw over gedaan om tot jou te komen. En de acht van kelken. Dit is iemand die hier iets achterlaat dat ooit emotioneel voldoening geeft, was tevreden, maar nu niet meer. En op zoek gaat naar het geluk. Dus, of dan wel. Laat jij hier iets achter dat manipulerend is, niet meer voldoeninggevend is. En je bent klaar voor de strijd. Je bent klaar om daar een strijd voor aan te gaan. Om je daarvan te verlossen. Om richting een soulmate-connectie te gaan. Dat kan. Ik heb hier iemand die emotioneel iets achterlaat. Voor nieuwe stabiliteit. Het is een verlossing. We weten wat we willen. Moeten daar wat energie in steken. En dan heb ik een gesprek dat een afronding creëert. Dat uitkomst biedt. Oké. Wat is het advies voor mijn lieve weegschaal? Dus iemand uit het verleden dat terugkomt. Een hernieuwd begin, een tweede kans. Maar dit keer voor mijn gevoel wel stabiel. De negen van lente. Bescherm de vruchten van je arbeid. Bereid je voor op mogelijke uitdagingen op je pad. Milieubescherming. De negen van lente is de gronde strijder. Het heeft je bloed, zweet en tranen gekost om te staan waar je nu staat. Je moet nog één stap zetten, buiten de comfortabele zon. Dit is een nieuw avontuur, iets nieuws. Vol bezieling en passie. Maar wij hebben een beetje beschermingsmechanismes opgebouwd. Jij, of dan wel de persoon met wie je te maken hebt. Dus we laten niet gemakkelijk de comfortabele zone los. Ik heb het gevoel dat het er wel van komt. Wat mag ik nog meer qua advies? Ja, er zijn uitdagingen, maar ik moet zeggen, je staat hier niet alleen voor. En niks wat jij niet aan kan. Uitdagingen, concurrentie. Maar je wordt gesteund hier. Dat zijn dus wel veel hoor, lieve schatjes. De drie van kelken. Nieuws dat gevierd mag worden.
aankondiging van bruiloft, diploma of geboortes. Koester, vrienden die je koestert. Nou, ik heb al gezegd, je bent geslaagd, dus dat kan absoluut een diploma zijn. Hier een huwelijk, geboorte, dat kan. De dromer, de dwaas, ram energie, omhels je ware lotsbestemming. Begin een nieuw avontuur en heb vertrouwen in jezelf. De vier van kelken, afgeleid zijn en daardoor een magische kans over het hoofd zien. Iets of iemand voor lief nemen, onvrede met het leven. Die heb ik hier in de professionele. Maar daarmee kijk om je heen, want op het moment dat je het niet verwacht, heb ik hier een mogelijkheid, een aanbieding, een idee, een, waar je heel blij van wordt. En de prinses van pentakels. Goed nieuws wat betreft je carrière, bevordering of toelagen. Goed doordachte plannen die perfect verlopen, een duwtje nodig hebben om op gang te komen. De prinses van pentakels, de schildknaap van pentakels, is leergierig, nieuwsgierig. Nieuwe richting opgaan, maar ergens een beetje van onderaf aan beginnen. We moeten misschien nog wat vaardigheden aanleren of nog een cursus ervoor doen of een inwerktraject. Maar dit is nieuwe zaadjes die je plant, die constructief gaan zijn op de langere termijn. Dan mag ik nog weten, qua timing, voor mijn lieve weegschaal. Heb vertrouwen in je dromen. Heb vertrouwen in je dromen en manifesteer ze zonder angst. En je bent goed genoeg, de volle maan in maagd. Heb vertrouwen in jezelf, je bent meer dan goed genoeg. De volle maan in maagd is in maart. Dus wellicht is er in maart iets gebeurd of gaat er in maart 2024 iets bijzonders gebeuren. Maak je nu plannen om in maart te gaan trouwen? Ja. Maart, we zijn nu juni. Het kan zijn dat er kinderopkomst zijn. Waardoor we besluiten om op zijn minst een samenlevingscontract te tekenen. Gronden. Empathie, hooggevoelig, verbind je met de natuur. Gronden. Het is belangrijk om even tijd te besteden ook in de natuur om te gronden. Je energie een beetje te... Zeker als je hooggevoelig bent, neem je energie van anderen vaak over die niet bij jou liggen of bij jou horen. En om in balans te blijven, is het belangrijk om je te verbinden met de natuur en te gronden. Oké. Ik heb twee azen, het Rad van Fortuin aan de wereld. Dus dit is een heel nieuw hoofdstuk wat je hier aan gaat. Vanuit liefde en passie, vanuit hart en bezieling. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat het me je weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Ik ga hier dus verder op borduren, want ik wil wel weten wat dit wie wat aanbiedt hier. Waarom we het helder hebben en wat er verder gaat gebeuren. Ik ga ook een oracle-kaart van de weg naar de levensdoel pakken, die ook best wel qua timing heel accuraat zijn. En in de liefde gaan we toch uitspitten wie deze persoon uit het verleden is. Ik ben benieuwd. Ben jij ook nieuwsgierig en resoneert deze basis voor jou? Mag je me volgen naar Vimeo? De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, dankjewel voor het kijken. Ik wens je een magische, liefdevolle, gepassioneerde maand juni. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dankjewel voor het kijken en ik zeg tot snel.